Nederland verandert. Hoe ziet die verandering eruit? Mijn naam is Maarten Bouwhuis en in de BNR-podcast Nieuw Nederland fiets ik door 8 verhalen in het landschap. Geniet van mijn fietstocht en luister ook naar de podcast via bnr.nl of je eigen podcastplayer. Ik fiets over de heide, langs de luchthaven, door het bos naar de Brainport Industries Campus. Gericht op de maakindustrie werken onderwijs en bedrijfsleven hier samen. Wat levert dit op voor de bedrijven, de studenten en de Eindhovenaren? Twijnstra Gudde is mijn partner in deze fietstocht. Zij begeleiden en realiseren campussen in heel Nederland. In deze kleding kan ik John Blankendaal, een van de grondleggers en managing director van de campus, natuurlijk niet ontmoeten. Dag John. Maarten, welkom op de Brainport Industries Campus. Dankjewel. Wat gebeurt hier allemaal? Er gebeuren hier activiteiten op het gebied van innovatie, educatie en productie. En die drie functies vatten we eigenlijk samen onder de noemer de WOW Campus. Okay. Dus WOW in de zin van hier zou ik willen werken of mijn vak willen leren. WOW, hier bevindt zich de beste innovatie. En WOW, hier bevindt zich de beste toeleverketen die voor internationale klanten aantrekkelijk is. En dat moet op één plek? En dat moet op één plek, want we wilden een werklandschap van allure. Een werklandschap van allure. Ik ga snel kijken. Dankjewel. Een van de grootste deelnemers hier is KMWE. Directeur Edward Vonke heeft als doelstellingen om meer vaklieden binnen te halen en het imago van het bedrijf te verbeteren. Hi. Hi. Welkom bij KMW. Dankjewel. Die doelstellingen, bereik je die? Op de ontwikkeling van talent en instroom van talent zien wij dat onze samenwerking met onderwijs aanzienlijk verbeterd is. Dus we krijgen een hogere instroom van stagiaires, afstudeerders, maar ook de BBL als onze vaklieden. En het imago van het bedrijf? Natuurlijk het imago naar het bedrijf, naar de klanten toe. We zien ook dat internationale klanten ons beter weten te vinden. En daarmee ook meer opdrachten aan ons kunnen en onze groei daarmee realiseren. Mooi, dankjewel. Volgens KMWE werkt het dus, die BIC. In het bos, rondom de BIC, ontmoet ik Saartje Jansen, directeur van de vakopleidingen van het Summa College, en Ferdinand Gremme, ontwikkelaar van de campus. Kan dat bos eigenlijk blijven als de BIC verder groeit? Saartje, Ferdinand. Hoi. Wat heerlijk hier in het groen en de studenten om hier te studeren. Wat een heerlijke plek. Ja, een supermooie plek in het groen, in de bossen. En daar raakt natuurlijk ook de thema's van de nieuwe generatie. Duurzaamheid, groen. Ja, prachtig. En dat is direct rondom het huidige BIC, maar jullie gaan hier bouwen. Ja, hierachter starten wij in 2025, tussen het groen. Een heel belangrijk item zeg maar, om onderdeel te zijn van de campus, dat je juist die natuur borgt in deze omgeving. Als nieuwe werkomgeving zeg maar, voor de huidige industrie. Dus er komt veel meer campus, maar je wilt groen behouden. Hoeveel groter wordt de campus dan? Uiteindelijk wordt de campus in het terrein van 200 hectare, gaan wij 1 miljoen vierkante meter realiseren. Dat is 10 keer zo groot als nu? Ja. En hoe blijf je dan als opleiding aangehaakt? Dat je zegt, ja, jullie moeten elk 10 keer zo groot worden. Nou, 10 keer zoveel kansen, denk ik. Op verbinding, op samenwerking. En dan kan onze student alleen maar ten goede komen. Oké, maar goed, nu lopen we hier nog door het groen. Wanneer gaat de eerste heipaal de grond in? 2025. De BIC groeit dus. Maar wat heeft de stad daaraan? Ik fiets naar Stijn Steenbakkers in het gemeentehuis. De bevlogen bestuurder die verantwoordelijk is voor Eindhoven Campus Stad. Wel weer even omkleden. Ik ga tenslotte naar de wethouder. Hey Maarten. Dag Stijn. Waarom is de BIC eigenlijk zo belangrijk voor Eindhoven? Ja, die BIC dat is eigenlijk onderdeel van een geheel en een sluitstuk. We hebben de Technologische Universiteit. De slimme bollebozen die bedenken het daar vanuit de collegebanken. De high-tech campus waar de R&D plaatsvindt. De eerste prototyping. Dan hebben we ook nog een designachtige Make, Create, Innovate campus, Strijp. Ja, en dan heb je nog een campus nodig waar het echt gemaakt wordt, die high-tech producten. En dat is de BIC, in samenwerking met het onderwijs. Dus het is een soort sluitstuk, campusgedachte voor de hele stad, voor de hele Brainport. En wat is het belangrijkste wat de inwoners er zelf aan hebben? Ja, eigenlijk dat je, wat je ook doet, wat je opleiding ook is, je hebt hier altijd banenkansen. Want we hebben heel veel slimme koppen nodig, maar ook gouden handjes. En juist bij de BIC, ja, daar kunnen mensen echt aan de nieuwste machines echt gewoon dingen nog maken. Hier is nog echt maakindustrie en je kunt meteen gewoon een job krijgen bij al die mooie bedrijven daar, want ze zoeken nog honderden mensen aan technisch geschoold personeel. De BIC groeit dus door. Samenwerking tussen overheid, onderwijs en bedrijfsleven is in Eindhoven een succes. Ik fiets verder op zoek naar nieuwe oplossingen in Nieuw Nederland. Heb je genoten van deze video? Luister dan ook de podcast voor de mening van de studenten zelf. Is het zo mooi als het lijkt om hier naar school te gaan? BNR Nieuw Nederland
is te vinden in elke podcastplayer en op bnr.nl.